Topdrukte in buitenzwembaden in de regio. Door de aanhoudende zomer hebben de meeste zwembaden nog nooit zoveel bezoekers zo vroeg in het seizoen verwelkomd. De meeste baden zitten nu al boven het totaal aantal bezoekers van vorig jaar. Gefeliciteerd. Je hebt betaald altijd, hè? Nou, dat hoeft wel even niet meer, want ik geef je namelijk die badenkaart. De 8-jarige Ivy is woensdagmiddag om 12 uur de 20.000ste bezoeker van zwembad Haasbroek in Zoeterwoude. Nee, dat had ik echt niet verwacht. Kom je hier vaak? Ja, heel vaak. En wat doe je dan? Zwemmen en spelen met kinderen. 20.000 bezoekers is best een hoop. Meestal halen we de 20.000 net. Afhankelijk van de weersomstandigheden natuurlijk. Het blijft een openluchtbad. Maar nu op 1 augustus zitten we al aan de 20.000 bezoeker. Afgelopen vrijdag met een recordtemperatuur van ruim 36 graden was het nog nooit zo druk. Toen waren er 965 bezoekers en dat is een record sinds 2006. 2018 wordt waarschijnlijk geen recordjaar. In 2006 hadden we 28.000 bezoekers voor het hele seizoen. En dat denk ik niet dat we dat gewoon gaan halen in 1 maand tijd, 8.000 bezoekers. Maar je weet het nooit. Een zwembad is belangrijk voor een gemeente. Het is natuurlijk een prachtige voorziening die we gelukkig in stand kunnen houden. En waar ook mensen van andere gemeenten, burgers, hier naartoe komen. Het is juist belangrijk als grootste recreatieve voorziening van de gemeente Zoeterwoude, maar ook als ontmoetingsplek voor onze jeugd. En daarnaast wordt het heel veel gebruikt als beweegmoment voor met name ouderen. Heel veel baantjes zwemmen, mensen die baantjes zwemmen.